Hoe gaat het met u? Nou, het gaat eigenlijk wel. Dankjewel. Lief dat je het vraagt. Ik kan me voorstellen dat er nogal veel overeen is gekomen. Afgelopen weekend ook nog een publicatie in NRC Handelsblad, waarbij veel verhalen ook kwamen over hoe u zich dan zou gedragen in de fractie. Ik heb woorden als stalinistisch gelezen. Als u dat dan leest, ja, wat denkt u dan eigenlijk? Nou ja, het is heel pijnlijk als er allemaal dingen over je worden gezegd. En daar kan je eigenlijk ook niet goed tegen verdedigen. Ik doe niet mee met valse beschuldigingen en mensen beschadigen. Dus ja, ik kan me niet heel goed verdedigen. Het enige dat ik kan doen is eerlijk blijven, bij mezelf blijven, vechten voor onze idealen en zijn wie ik ben. En ja, dat is het enige wat ik kan doen. Maar dat een collega Kamerlid Vestering is opgestapt en dat een ander Kamerlid van S heeft gekozen om niet terug te keren. Wat zegt dat dan? Heeft dat te maken met uw manier van opereren, zeg maar, als leider van de fractie? Dat denk ik niet, maar dat is aan hen, dus dat zou je aan hen moeten vragen. Ja. Heeft u het idee dat de strijd, het is een beetje een rot woord misschien, maar nu wel achter de rug is en dat het vizier op de verkiezingen kan? Want ik zag ook nog bestuursleden ook later ook in de media verschijnen. Ja, er loopt nog steeds wel dat integriteitsonderzoek. Is het dan, of blijft dit maar door etteren? Nou ja, we hebben een nieuw interim bestuur en we hebben een prachtig kandidatenlijst. Dus wat mij betreft kijken we vooruit. Het is heel intens geweest. De verandering die we nodig hadden als partij, daar is intern heel erg lang om gevraagd. En mensen hebben daar hun best voor gedaan en dat lukte maar niet. En nu ineens is er een hele grote verschuiving. Daar moeten we allemaal ook een beetje van bijkomen, maar we kijken wel allemaal vooruit en gaan lekker de verkiezingscampagne in. U bent blij dat het bestuur weg is? Nou ja, ik vind het heel jammer dat het zo gegaan is. Ik ben meer een voorstander van soepeler veranderingen. Maar dit is... De brief was natuurlijk wel vrij stevig, hè, die u toen heeft laten opstellen door een medewerker. Dat was eigenlijk ingezet om ook te kijken hoe kunnen we een medewerker van het bestuur aan de kant schuiven. Nee, dat klopt niet. Er is heel erg lang waren de problemen en issues met het bestuur die ik intern steeds bespreekbaar heb geprobeerd te maken. Alle mogelijke manieren. Maar het bestuur handelde niet. En ik heb niet die mail geschreven. Maar er speelde daar wel iets waar het bestuur verantwoordelijkheid voor moest nemen. En dat is de hele context die daaraan vooraf gaat. En nu hebben we gezien hoe het gelopen is. Dat is niet zo fraai, niet zo mooi. Het was heel intens. Het heeft veel mensen ook verdriet gedaan. Want we werken allemaal keihard voor deze prachtige partij. Het heeft u denk ik ook heel veel verdriet gedaan. Ik kan me voorstellen dat dit bijna niet te dragen is. Ja, ik vond het vooral heel erg voor mijn moeder, want mijn vader is afgelopen voorjaar overleden, dus zij is nu alleen en ze mist hem heel erg en toen zag ze ook dit allemaal op het nieuws. Dus ik vind het eigenlijk het allerergst voor mijn moeder die hier heel verdrietig om is, ja. Dus nu is het gewoon op volle toer hopelijk wat meer rust op naar de verkiezingen. Ja, precies. Dit was niet zo leuk. Dat heeft er ingehakt bij iedereen. Maar we gaan wel vooruit kijken, want er is een wereld te winnen. En de Partij voor de Dieren is tot hele grote dingen in staat. Maar dan moet het intern ook wel goed zitten. En dat was dus niet aan de hand.